Gelukkig is het in Nederland en België veilig om op de meeste plekken 's avonds veilig rond te lopen. Maar hoe zit dat in andere landen? In deze top 5 zetten we de gevaarlijkste landen ter wereld op een rij op basis van het aantal gepleegde moorden per 100.000 mensen. Dit is niet gebaseerd op oorlogsgebieden, maar puur hoe gevaarlijk een land van zichzelf is. Nummer 5. Lesotho. Dat Lesotho in deze top 5 voorkomt, is geen verrassing. De land is omsingeld door Zuid-Afrika, waar het ook erg gevaarlijk is. In dit kleine land worden 43 op de 100.000 mensen vermoord. Lesotho is daarmee ook het gevaarlijkste land van het Afrikaanse continent. Nummer 4. Jamaica. Op de vierde plek vinden wij Jamaica. Aan Jamaica denk je juist al snel aan relax zijn. Maar niks is minder waar. In het land worden ongeveer 50 op de 100.000 mensen vermoord. In Jamaica is het zelfs zo erg dat ze je aanraden om bepaalde regio's van het land niet te bezoeken. Jamaica wordt geteisterd door bendegeweld, illegale drugshandel en wapenhandel. Er is een personeelstekort aan agenten waardoor ze de criminaliteit amper kunnen bestrijden. Nummer 3. Venezuela. In Venezuela worden 64 op de 100.000 mensen vermoord. Er zijn veel criminele bendes en ook de zwaar bewapende Colombiaanse guerrilla-strijders kan je in Venezuela vinden. Je vindt er veel drugshandel en proberen criminelen ook mensen te ontvoeren voor een beetje geld. Er heerst veel oorlog tussen de bendes. En dan de nummer 2, Honduras. Op de tweede plek staat Honduras. 67 op de 100.000 mensen worden in Honduras vermoord. 2 jaar terug werd er in Honduras nog 20 mensen per dag vermoord. Maar nu 2 jaar later gaat het beter met Honduras. Hopelijk zetten ze deze goede lijn door. En dan de nummer 1, El Salvador. Het gevaarlijkste land ter wereld is momenteel El Salvador. In El Salvador worden jaarlijks 85 op de 100.000 mensen vermoord. Dit heeft ook te maken met het bendegeweld. Ik noem er maar één, de gang MS-13, wat ook de gevaarlijkste gang ter wereld is. El Salvador staat ook bekend om het doorvoeren van drugs en drugshandel. Dit waren de gevaarlijkste landen ter wereld. Voort naar een leuke video, abonneer en ik zie jou de volgende keer.